De situatie van Lara van Ruiven is nog altijd kritiek. Bij de 27-jarige shortrakste traden de afgelopen dagen nieuwe complicaties op. Ze ligt sinds 25 juni in een ziekenhuis in het Franse Perpignan op de intensieve care, waar ze in een kunstmatig coma wordt gehouden. De KNSB meldt woensdag dat het lastig is om in te schatten hoe lang de situatie nog gaat duren. De medische zorg in het ziekenhuis van Perpignan is goed, maar de behandeling is complex, staat in een persbericht. De afgelopen dagen is ze redelijk goed doorgekomen. Inwendige bloedingen. Van Ruiven was met de Nederlandse shorttrackploeg op hoogtestage in Font-Romeu, toen ze op 25 juni wegens gezondheidsklachten moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar leidde een auto-immuunreactie tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen. Ze moest twee keer worden geopereerd. De afgelopen dagen traden er nieuwe complicaties op. Deze zijn door artsen weer onder controle gekregen. Haar medische toestand blijft verder ongewijzigd. We hopen op een wonderpunt van Ruiven, regerend wereldkampioen de shorttrack op de 500 meter, is in het ziekenhuis in het gezelschap van haar familie en vriend. Zij zijn meteen na het alarmerende bericht naar Frankrijk afgereisd. We hopen op een wonder, zegt haar vriend Ivar. De verzorging die Lara krijgt is uitstekend, maar haar toestand blijft zorgwekkend. Waar we veel steun uit putten zijn alle appjes, mails en andere sterktewensen die we vanuit heel de wereld ontvangen. Punt ploeg mist Lara enorm. Punt ook de ploeggenoten van Ruiven zijn nog in de buurt. Het trainingskamp van de Nederlandse shorttrackploeg duurt nog tot en met komend weekeinde en tot die tijd proberen zij er het beste van te maken. Hoe gek het ook klinkt, zodra die sporters op het ijs staan, trainen ze weer dat de vonken ervan afvliegen, zegt bondscoach Jeroen Notter. Natuurlijk leeft iedereen intens mee met Lara en natuurlijk missen we haar enorm. Maar de structuur van de trainingssessies biedt ons ook houvast om deze moeilijke tijd samen door te komen.